Het is dinsdagavond 29 november en we zijn bij Museum Spakenburg voor de klederdrachtcursus. Ik ben Chris Hager, ik ben bestuurslid van Museum Spakenburg sinds 2 jaar nu. En wij zijn hier vanavond bezig met een cursus aankleden van klederdracht. Heeft u zelf ook wel eens de klederdracht aan? Nee, ik heb het nog maar 1 keer aangehad, want ik kom hier niet vandaan oorspronkelijk. Dus dan heb je dat natuurlijk zelf minder aan. Ik heb het 1 keer aangehad, een heel oud pak, zeg maar, van zo'n beetje 1800. Ja. En kunt u het zelf wel goed aankleden zoals het hoort? Nee, ik had helemaal niet. Dus daarom is het natuurlijk zo mooi om iemand van het bestuur van ons, Wimpje, kwam met het idee om zo'n cursus te doen. Omdat heel veel mensen hebben nog wel een pak thuis. Hè, misschien van oma nog of van hun moeder. Dat is natuurlijk toch wel heel erg leuk. Maar weten niet meer hoe ze het aan moeten trekken. Het zijn allemaal verschillende onderdelen en strikjes en lintjes en dingetjes. Het is echt heel erg ingewikkeld. Dus vandaar dat we de cursus nu doen. En wat vindt u zo mooi aan het klederdracht? Ja, ik kom hier niet vandaan. Maar het mooiste vind ik dat je ziet stoffen soms terug op die klederdracht bijna uit de VOC-tijd. Sommige stoffen die we hier hebben, we hebben ook laten zien nu tijdens de cursus, zijn echt uit 1700. Dat is ongelooflijk prachtig om te zien, dus dat valt meteen op. En bovendien wordt alles hier gecombineerd. Een ruitje met een bloemetje en dan weer een paars dingetje. Het kan allemaal, dus dat vind ik eigenlijk heel mooi om te zien. Vanavond wordt de laatste les gegeven in het aankleden van de klederdracht. Dat is heel belangrijk, want de meesten die hier zijn, die weten niet hoe of ze het precies aan moeten trekken. En dat proberen we ze te leren. En is er veel animo voor? Er is heel veel animo, want er waren wel 18 aanmeldingen, dus dat was heel fijn. Kijk, dat kun je niet alleen, want daar kun je gewoon niet bij. En ze weten ook niet hoe het hoort. Ja, ik weet ook niet helemaal precies, hoor, maar wel in grote lijnen. En dan hoop ik dat ze dat maar onthouden, allemaal. Ze doen allemaal erg te best, dus ik denk wel dat dat lukken zal. En wat is het verschil tussen uw rode doek en van die mevrouw? Dit is 1 stuk en ik heb al 2 delen. Van achteren is het in het puntje en van voren loopt het los. Maar bij haar is het 1 stuk. Kijk, dit. En dan loopt het hier bij de nek in en dan komt het hier van voren naar beneden. En is dit de ouderwetsere manier? Dit is van oud. Want, dat hebben ze dan wel tot 1930 zo gedragen, denk ik. En na die tijd kwam er een kartonnetje in het doek, want het werd steeds stijver, de klederdracht. En waarom heeft u zich opgegeven voor de klederdrachtcursus? Nou, het leek me een heel prachtig initiatief van de dames. Ik denk, die kans die grijp ik aan. Ik doe er altijd wat van op. En wat vindt u mooi aan de klederdracht? Ja, eigenlijk alles. Vanaf de kinderdracht tot aan de oudere mensen. Alles is mooi. Zoveel verschillende stoffen. Zoveel verschillende variaties. Tot bij de cultuur. Tot bij ons. Waarom heeft u zich opgegeven voor de klederdrachtcursus? Omdat ik elk jaar met de visserijdag de klederdracht aan heb. De oude dracht van 1900. En dan word je altijd geholpen met aan te kleden. En dat is gewoon heel veel werk voor al die vrijwilligers. Dus we willen proberen het zelf te doen, dat we elkaar kunnen helpen. En wat vindt u mooi aan de klederdracht? Ik vind het, als je het eenmaal aan hebt, vooral de oude dracht, vind ik gewoon heel
heel lieflijk staan. Heel, ja, een beetje schilderachtig. Mijn moeder heeft ook klederdrachten aan. Dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. We staan hier bij de jongste deelnemer. Waarom heb jij gekozen voor de klederdrachtcursus? Nou, ik denk dat ik dezelfde reden heb als iedereen die hier is. Ik vind de klederdracht echt super leuk en mooi. En ik wist alleen niet hoe ik het aan moest trekken, dus vandaar. Dat is nooit van iemand anders geweest. Ik heb alleen twee rokken aan, onderrokken aan van mijn oma's. Die zijn al lang overleden, maar die heb ik wel aan. Maar de rest is allemaal nieuw gemaakt. Dit is van mijn oma. Ja, die leeft nog. Dus, ja. Aan het eind van de avond worden de certificaten uitgereikt aan de cursisten. We gaan even kijken naar een impressie. Nou, Jannie, van harte gefeliciteerd met het behalen van je certificaat. Dank je wel. Ik hoop dat je nou eens een keer terugkomt. Absoluut. Namens Museum Spakenburg bedankt. Alsjeblieft. En jij ook hartstikke bedankt voor die ontzettende leuke cursus, want ik heb ervan genoten. Geweldig.